testlocatie aan de Fellenoord in Eindhoven gaat na een paar weken alweer dicht. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen kan op de plek alleen nog gevaccineerd worden. De GGD wil ondertussen de teststraat aan de Anton Codelaan weer opstarten. De locatie die een aantal maanden geleden juist werd gesloten. De Fellenoord blijft wel open, maar alleen voor vaccinaties. Mensen die zich in de tussentijd willen laten testen, moeten uitwijken naar Helmond.